Uw huis wordt verwarmd met een warmtepomp. Deze pomp zet energie om in warmte. Een warmtepomp is veel zuiniger dan een cv-ketel. Wel duurt het met een warmtepomp langer voordat uw huis warm is. Een warmtepomp werkt anders dan een cv-ketel. In deze video leggen we u uit hoe uw warmtepomp werkt en hoe u deze het beste gebruikt. Hoe stelt u de temperatuur in? De temperatuur bepaalt u met de thermostaat die in de woonkamer hangt. De warmtepomp werkt het beste bij 20 graden of lager. Als u de warmtepomp warmer zet dan 20 graden, kost dit veel meer energie. Het kan lang duren voor uw huis is opgewarmd. Het helpt dan niet om de temperatuur hoger te zetten dan de temperatuur die u wilt. Het beste is om warme kleding aan te trekken en te wachten tot uw huis warm is. 'S Nachts kunt u de thermostaat het beste niet lager zetten. Het duurt namelijk 8 uur tot uw huis is afgekoeld. Voor een zo fijn mogelijke temperatuur kunt u de thermostaat het beste altijd op dezelfde stand laten staan. Is het te koud in huis, draag dan iets warms tot het huis is opgewarmd. Buitenlucht kan de temperatuur in uw huis beïnvloeden. Let hierop als u ramen en deuren openzet. De verwarming gaat automatisch uit als uw huis de juiste temperatuur heeft. Ook als er warme lucht van buiten komt. Daarom hoeft de thermostaat in de zomer ook niet lager te worden gezet. Want als uw huis warm genoeg is, gaat de verwarming vanzelf uit. Het onderhouden van de warmtepomp is erg makkelijk. U moet alleen de thermostaat af en toe afnemen met een stofdoek. Deze boiler wordt verwarmd door de warmtepomp. Als u veel warm water gebruikt, kan de boiler leeg raken. Er komt dan koud water uit de kraan. Het duurt dan ongeveer 1,5 uur voor het water weer warm is. Heeft uw warmtepomp een storing? Kijk dan in de gebruikshandleiding wat u zelf kunt doen. Kunt u dit niet vinden of werkt de oplossing niet? Neemt u dan contact op met Portaal.